Samen door het vuur voor de molenschuur is de leus van de vrijwilligers van Stichting Windkorenmolen De Hoop. Nou, wij hebben al heel veel voorbereidingen getroffen omdat wij ruimte zoeken voor onze mensen. Onze mensen, dat zijn de vrijwilligers, onze molenaars, iedereen die bij de molen betrokken is. Wij hebben te weinig ruimte in de molen en daarom zoeken wij nu ruimte. En daarom bouwen we een molenschuur. En zeker in deze tijd natuurlijk, hè, met corona. Ja, wie had dat ooit kunnen denken dat wij geen meer bil aan bil kunnen zitten in een kleine ruimte. Ja, ik zeg het maar bil aan bil, maar het was werkelijk zo. En wat schetst onze verbazing? In één keer komt corona en dat kan niet meer. Dat is heel typisch, maar het kan niet meer en het komt niet meer terug. En wat kan er in deze ruimte nou allemaal gebeuren? Wat is hier allemaal? Wat we nou in deze schuur gesitueerd hebben, dat is op de eerste plaats een toiletgroep, een goede toiletgroep. Daarnaast een keukentje, die ook met alle voorzieningen erin. En achter in de schuur, daar komt een ruimte waar we mensen kunnen ontvangen. Mensen die scholing krijgen, dus leerling, molenaars. We krijgen daar veel basisscholen. Voortgezet onderwijs die hier af en toe komt en daar kunnen we dan prachtige ruimte creëren met alles erop en eraan. En hoe lang gaat dat nou in beslag nemen? Nou, dat is nog moeilijk te zeggen. Kijk, dat hangt af van hoe onze financiële middelen binnen gaan komen. Want onze financiële middelen die zijn tot nu toe niet op de hoogte van waar het zijn moet. Het is in de loop van de jaren veel duurder geworden. En omdat we toch doorzetten, we hebben wel vertrouwen dat op den duur toch die middelen komen. Maar dat kan een half jaar duren, kan een jaar duren. Dat is puur afhankelijk daarvan. Almelo moet weten dat wij met die molenschuur aan het bouwen zijn. En ik weet zeker dat heel veel Almeloers de molen niet kennen of niet weten dat er in Almelo een molen is. Daar kom ik af en toe tegen. Dat denk ik, hoe is het mogelijk dat men dat niet weet? Want hij staat hier al sinds 1870.